Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik jullie laten zien wat er allemaal in mijn poetskist zit. Of ja, mijn poetstas. En ik ga die ook helemaal opruimen samen met jullie. Dus zijn jullie benieuwd wat er allemaal in zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. En sinds vandaag hebben we ook vakantie, dus ik ben echt mega happy. Maar ik ga dus laten zien wat er in mijn tas zit, want er zit echt best wel veel in. Alleen de helft gebruik ik eigenlijk niet eens. En ik doe dat gewoon buiten, want zoals jullie kunnen zien zit ik ook buiten. Want anders waaien misschien al die paardenharen, ja, dan liggen die gewoon binnen en dat is niet zo handig. En ze nu wegwaaien, dat maakt dan niet zoveel uit, want dan is dat toch gewoon buiten. Dus ik hoop dat jullie mij goed verstaan, want het waait zo nog een beetje. Ja, het waait een beetje buiten. Maar ik ga dus laten zien wat erin zit, want er zit best wel veel in. Kijk. Zo ziet hij er langs binnen uit. Zo. En er zit heel veel in, denk ik, toch? Of ja, ik weet niet of het superveel is. Maar ja, ik zal beginnen met het eerste. Dus het eerste heb ik hier een borstel. En ja, kijk, er komen wel haren uit. Want mijn borstels moeten eigenlijk ook eens proper gemaakt worden. Dus dat ga ik zelfs ook doen. Dus deze borstel, want het is een harde borstel. Dan als volgende heb ik natte doekjes. Maar er hangen echt zo heel veel haren tussen. En dat is wel een beetje vies. Ik weet niet of jullie dat zien, maar hier hangen gewoon allemaal haren onder. Allemaal paardenharen, maar maakt niet zo uit. Dat is gewoon handig, denk ik. Dan heb ik hier paardenstukjes in het doosje. En dat doosje zit heel veel door alle paardendingen. Door de paardenborstels. Dus die moet ik ook gewoon helemaal poetsen. En alles nog proper maken, want ja, er ligt gewoon heel veel haar in mijn tas. Dan een spons. Ja, stikt er gewoon altijd in. Niet dat ik dat ooit gebruik, maar oké. Dan hier heb ik anti-klitspray. En ze hebben dan nu glitterspray. Of ja, dat is ook anti-klit. Maar dat zorgt dan zo dat dat glinstert, zeg maar. Een borstel. Gewoon een manenborstel. Of een borstel om de staart mee te poetsen. Nog een borstel. Maar er komen ook zo weer heel veel haren vandaan. Ik weet niet of jullie dat zien, maar hier hangt zo'n heel pluk haar. Dus dat moet allemaal proper gemaakt worden. Nog een borstel, maar die gebruik ik eigenlijk nooit. Of die heb ik nog nooit gebruikt. Hier heb ik nog een borstel. En die heb ik ook nog nooit gebruikt. Net zoals deze borstel heb ik ook nog nooit gebruikt. Maar ik wil die wel eens ooit gebruiken. Dan een kammetje. Nog meer paardensnoepjes. Deze borstel. En die gebruik ik echt best wel veel. Wat zit hierin? Hier zitten haarelastiekjes in. Echt super leuk. En dan zie ik hier nog een zachte borstel. Nee, dat is geen zachte. Dat is zo een hoofdborstel, zo voor het hoofdje. Een hoevenkrabber, maar heb ik ook nog nooit gebruikt, want ik kan dat echt niet. Ik weet niet hoe dat moet. Hoe dat moet. En dan zoiets. Maar dat zat gewoon bij die set van borstels. En dan zit dit er allemaal in mijn tas. En nu zit hier nog allemaal haar in. Ik weet niet of jullie dat zien, maar er zit echt nog heel veel paardenhaar in. Dus die mogen er even uit. Zodat mijn tas weer terug proper. Wow. Zodat mijn tas terug proper is. En nu hang ik echt helemaal vol haar. En dat is wel irritant. Maar dan haal ik er straks wel allemaal af. En dan voor de rest zit er niks meer in mijn tas. Of ja, denk ik toch. Ah, jawel. Hier van voor zitten nog, of ja, in dat zijvakje zitten nog handschoentjes. Maar ik rijd eigenlijk echt nooit met handschoenen. Ik kan dat echt niet. En dan zitten nog zakdoekjes in. En dan is dat mijn tas, maar die haren moeten eruit. Want dat is irritant. Oké, mijn tas is zo goed als helemaal leeg met alle haren. Ik heb er zo goed mogelijk proberen uit te halen. En dan ga ik het terug helemaal inrichten. Als eerste ga ik het sponsje erin doen, maar jullie zien dat niet. Maar ik laat dat straks wel beter zien aan jullie. De sponsje zit er al in. Dan denk ik deze spullen. Omdat dat zo rechtstaand is en dat zo, ja, hoe zeg ik dat, vrij groot. En dat kan dan zo aan de zijkant. Dan, ja, die borstel. En de hoevenkrabber, die ik eigenlijk echt nooit gebruik. Zo. Wat zou ik er dan in doen? Deze snoepjes. Ja, deze borstel, want die gebruik ik eigenlijk nooit.
dan deze borstel. En het kammetje. Ik vind die wel heel schattig. En dan deze borstel. Dat is zo'n schattige kleine borstel, maar die is een beetje vuil. Dus ik maak even proper. Als ik proper wil. Oké. Ja, zo ziet er wel beter uit. Dan mag dit erbij. Dan de zachte borstel. Maar die hangt ook allemaal vol haren. En de harde borstel ook. Dus ik ga die even proper maken. Borstels willen niet helemaal proper worden, maar ik heb het meeste er wel uitgehaald. Dus dan gaan die er ook in. En dan ook doekjes. Deze borstel. En dan staat er deze borstel. Of ja, van de borstels is dat toch de laatste. Dan de elastiekjes ga ik ook gewoon ergens bijzetten. En dan de snoepjes. Dan zit alles terug in mijn tas. En dan ga ik jullie die nu laten zien. Oké, zo ziet mijn tas er van binnen uit. Dus hier zitten de doekjes, spons, al mijn borstels, de snoepjes. Ja, deze spullen, de antiklitspray enzovoort. Elastiekjes. Nog meer snoepjes eronder. En dan hier zo de hoevenkrabber en dat borsteltje. Dan was dit alweer de video voor vandaag. Misschien was het een heel korte video, dus sorry daarvoor. Als jullie graag langere video's willen, moet jullie het even achterlaten in de reacties. Want dan kan ik daar rekening mee houden. En als je nog leuke ideetjes hebt, mag je die ook altijd achterlaten hier in de reacties. Want mijn inspiratie is een beetje op. Of ja, ik heb zo nog wel ideetjes. Maar ik moet er gewoon tijd voor hebben om die ja, uit te breiden. Maar nu ik vakantie heb, kan ik er zeker aan werken. Dus hopelijk vonden jullie het een leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!